geen kansen, allebei de kanten. Ja, dan ja, de nieuwe aanvoerder, want zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ja, tijdelijk aanvoerder. Ja, tijdelijk aanvoerder, dat weet ik. Van Hieft geblesseerd aan zijn voet. Koester jullie de punt? Dat lijkt me logisch. Maar ben je blij met dit punt? Nou ja, het klinkt raar, maar uiteindelijk niet. Omdat je 1-0 voorkomt. En ik bedoel, we hebben het al moeilijk in de fase waarin we zitten. En ja, mensen zeggen dat wij een bus voor ons doel parkeren en zo. Maar ja, als je onderaan staat, dan ga je niet heel aanvallend voetbal spelen en alle gaten openlaten. Dus, je hebt groot gelijk. En dit is onze tactiek. En we halen er nu punten mee. En vandaag hadden we er 3 kunnen halen. Maar ja, uiteindelijk hebben we er maar 1. Vind je dat echt, dat je de 3 had kunnen halen? Wanneer dan? Op wat voor momenten dan met name? Nou ja, ik bedoel als je 1-0 voorkomt. Als je niet naar de wedstrijd kijkt zelf, want ik denk dat we niet heel veel balbezit hadden en niet, verder niet heel veel gecreëerd hebben. Maar we wachten gewoon op bepaalde kansjes die we krijgen en die moeten zitten. En nou, dat zag je de eerste helft, dan scoren we ook gelijk. Ja, en als je dan 1-0 voor staat en de eerste helft geef je denk ik niet heel veel kansen weg. Ja, dan probeer je dat eigenlijk ook de tweede helft vol te houden. Alleen ja, dat lukt dan niet. En dan, ja, dan wordt het uiteindelijk wel 1-1, ja. Want daar heb je dan Wout Weghorst, 1 kans, 1 doelpunt. Ja. Dus daar word je gek van. Ja, maar ja, dat is lekker als je zo'n spits in je team hebt. En ja, wat je zegt, hij heeft maar 1 kans nodig. En hij schiet hem harder in, ja. Ja, gewoon doorgaan met die bus parkeren. Ja, maar nou ja, bus parkeren. Dit is onze tactiek. En dit werkt blijkbaar voor ons. En dan doen we dit gewoon, ja. Succes. Dankjewel. We gaan meteen door met Ron.